Zo. Goedenavond, want het is op mijn dat ik dit maak, is het avond. Jullie kijken naar mijn video over mijn eerste vuurwerkbestelling voor het legale vuurwerk 2016-2017. Dit hebben we gedaan bij Harokan en bij Vuurwerkland Steenbergen. Vuurwerkland Steenbergen, de website, nu al kunnen bestellen. Harokan vuurwerk heb ik het een en ander besteld. Verderop wil ik daarom in deze video laten zien wat we besteld hebben en wat we ervan vinden. Als eerst wil ik jullie de bestelling bij Harokan Fireworks laten zien. Daar hebben we Aftershock vuurpijlen gekocht. Deze zijn leuk om een keer te testen, we hebben ze nog nooit gehad en voor die prijs kunnen we ze niet laten liggen. Heavy Legend 16 shots, twee knalcakes in onze ogen. Een Daisy Beam, die laat ik daar nog even op een filmpje zien. Mooie tempo cake met fluiters en boeketten. Aftershock Damage, ook een solide potje. Secret Salute, een solide potje met crackling. Altijd een mooie cake. Dit hebben we voor afgelopen jaar ook gehad. Deze komt nog online. En één pakje Thundersmoke. Deze zijn helaas uit het assortiment, dus gelukkig hebben we nog één kunnen bemachtigen. Blijft toch uniek, een shock met rook. Hier hebben we een totaal voor €76 besteld. Waarschijnlijk in de loop van het jaar zullen we hier nog wel wat meer bestellen, omdat ze gewoon goede producten hebben voor mooie prijzen. Dan de volgende bestelling bij Steenbergen. Ik weet niet of het heel goed te zien is. Wat leuke dingen. De Ice Cream Cake van Evolution Fireworks. Veel crackling in. Ja, we zijn toch een beetje crackling fan. Weer wat pijlen. Zwarte Crossbox. Extreme Salvo Box van Vuurwerk Totaal. De crackling fan van Vuurwerk Totaal. Hot Space van Wolf hebben we afgelopen jaar ook gehad, ons goed bevallen en daarom weer weer gekocht. Komt nog een filmpje van online. Verder staan er ook nog een aantal losse cakes tussen. Deze zijn gekocht voor in de vooravond en om te filmen om ons kanaal uit te breiden. Nadat we de eerste bestelling geplaatst hadden, kwamen we nog een leuke salutbox tegen. Deze zat helaas nog niet bij de eerste bestelling erbij. Daarom deze nog besteld. Dit is een leuke knalbox die we mooi toe kunnen voegen aan een project als afsluiting. Deze laten we daar ook nog wel even langskomen. In totaal hebben we bij Steenbergen voor zo rond €410 besteld. Dus een mooie eerste vuurwerkbestelling van rond de €480. Dan willen we eerst de Daisy Beam laten zien hier, twee keer Daisy Beam. De kwaliteit natuurlijk op zijn hoogst zetten. We zien hier de twee keer Daisy Beam van meneer Extreme Fireworks. Ik ben al geabonneerd op hem, maar ik ben niet ingelogd zie ik. Hij filmt mooi al met 4K, ik ben benieuwd. Ik heb hem natuurlijk al gezien, ik zal jullie even laten zien waarom wij hem gekocht hebben. Mooi tempo met fluit tot leuke boeketten. Mooi blauw en mooi gigantium. Meneer Extreme, bedankt voor het filmpje. Dankzij jouw filmpje zijn wij in ieder geval over de streep getrokken. Het volgende wat ik jullie even snel eens laten zien is een crackling fan, is een gigantium waaier. Vroeger haalden we hem altijd bij Zena in crackling gigantium 25 shots. Maar voor hetzelfde geld heb je tegenwoordig in Nederland een 36 shots. En met een crackling mine erbij. Dit blijft gewoon een topbak. Hier heel de straat staat hier naar te kijken. Mooi prijsje. Als er meer geld binnenkomt, willen we er nog meer gaan halen. Dit is van Vuurwerk Totaal ook. Hetzelfde als de Salvo Box en de Salute Box. Voor ons de eerste keer dat we echt met Vuurwerk Totaal veel hebben gehaald. Maar de filmpjes spreken voor zich. Daar hebben we ook nog, zoals gezegd, de Salute Box. Ook van Vuurwerk Totaal. Een flinke rambak. Wij zien dit mooi als finale. Kijk op gerust een keer op gemak heel het filmpje. Als je het een goede filmpje kijkt, mooie spinners, zit fluit bij. In onze ogen nu nog een Happy Thunder Queen. En dan heb je een mooie afsluiting van een leuk project. We willen jullie ook nog de Salvo Box laten zien. We
We zitten aan het denken om deze te gebruiken voor het 24-uur project. Een flinke, zoals de naam al zegt, een salve klik, met een flink tempo, continu schoten de lucht in. Meerdere effecten door elkaar. Kwaliteit staat helaas nog steeds niet goed, maar het filmpje spreekt en het geluid spreekt voor zich. Ja, deze hebben we dus, zoals jullie al gezien hebben, in de bestelling. En gaan we over ongeveer, was het nog 300 dagen wachten, kunnen we weer ons vuurwerk ophalen. Dan gaan we natuurlijk ook weer filmen. Als jullie dit bevalt, moeten jullie het graag laten weten. Dan zullen we bij de volgende bestelling ook weer zo'n video maken. Wij zijn ook al benieuwd wat jullie of jullie al iets gekocht hebben. Dus laat een reactie achter als jullie al iets gekocht hebben of jullie aanraders hebben. Wij zijn altijd open om dingen te leren of dingen te zien. Want er is zoveel vuurwerk in Nederland dat je nooit alle mooie dingen kan zien. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende video.